No Ohio. Terug bij Jong Oranje. Hoe sfeert je je? Altijd goed. Altijd heel leuk om hier te zijn. Het voelt wel snel, zeg maar. Maar ja, zoveel wedstrijden, zoveel trainen en zo. Dus alles komt snel op je af. Maar wel heel leuk om hier te zijn. Ja, jij bent wel een van de sfeermakers, heb ik al gezien in de documentaire op YouTube. Jawel, jawel. Zo ben ik als persoon, als karakter. Als we hier zijn, moeten we wel een leuke tijd van maken. En daar ben ik zeker één van. Dus ik probeer gewoon mezelf te zijn. En op de juiste momenten kiezen om de juiste dingen te doen. Waar zo op een bootje zijn en zo. En, of er niet de muziek komt op. We hebben een team met goed karakter, met goede jongens. En was niet de kwestie van moeten we de boys motiveren voor deze wedstrijd of zo. We gaan er altijd gewoon voor en de vliegtuig moet even doen. Je bent ook wel on fire in Jong Oranje. Ik heb de statistiek even bekeken. 7 doelpunten in 10 wedstrijden. Het is niet slecht. Dat is niet slecht, nee. Het is oké. Het moest misschien 8 zeker hebben voor die laatste penalty. Penalty, ja. Wou je het daarover hebben? Ik heb geprobeerd. De week daarna heb ik voor mijn club van niet geschoten. Op een panenka? Of, Nee, heb ik zeven hier. Je kunt beter niet 2 keer in 1 week doen, hè? Maar nee, op dat moment heb ik het geprobeerd. Als ik keeper duikt, dan ben ik geniaal en nu ben ik een beetje klaar. Dat accepteer je. Volgens mij kun je er ook wel mee omgaan, toch? Na afloop. Kan doen, dan kan ik moet ik er ook mee om. Sorry. Ja, na afloop kwamen de teamgroot naar je toe. Wat doe je en de trainer ook? Jij zei sorry zelf tegen de trainer. Ik zei wel sorry. Ik denk dat dat het juiste woord op dat moment. Maar het is niet alsof ik minder slapen voor niet. Kan een keer gebeuren, toch? Volgende penalty gewoon in de kruising. Dus, ja, je zou een groepje echt closers ook volgens mij. Ik zat even te kijken, bij de onder 15 speelde je al met een stuk of 15 genoten samen, hè? Precies. De Fire Yuri. Ga je wel helpen, want ik heb dat opgezocht. Yuri Regeer, Kian Fitzgim. Ja, Kian is geblesseerd, dus daar was aan de Yuri baas. Ja. Ja. Fine. Emmanuel. Emmanuel, ja, zeker. En Xavier Simons staat er ook bij. Xavi heeft ons helemaal. Ja, neem je hem kwalijk. En Xavi heeft ons verlaten. Dus ja, maar vaak van de boys doen het ook heel goed. En zijn erbij geweest. Dus heel mooi. Hoe is dat om al zo lang elkaar telkens tegen te komen bij de Jong Oranje? Eigenlijk heel mooi. Want natuurlijk is het niet. Is ook het beste. Weet je, kan je ook trots op zijn, zeg maar. Dat je het zo lang hebt goed gedaan. En dat je ook is nu weer erbij. Of het in erbij bent. En ja, dat denk ik zo redelijk. En ook goed door mijn club. En er zijn veel dingen dat ik weg moet vallen dat goed lopen. Ja. Dat is wel heel mooi. En hopelijk uiteindelijk is hoe je het groter aan je halen. Maar dan moet je hier laten zien dat je het kan. En dat je ook kan presteren. En dan toen ben je het club doen en dan kan je verder dromen. Ja, stel je voor dat jullie ook met dit groepje het groter aan je halen. Dat zou geweldig zijn. Het zou fantastisch zijn. Maar je ziet wel de 12e groep die de EK heeft gesloten. Dat zijn dus even 8 boys die ook hebben gedebuteerd. Of niet erbij zitten bij de eerste. Dus. En bij Nederlands zelf is er altijd plek voor de jonge spelers. Als je het goed doet, denk ik niet dat ze bang zijn om jongens die kans te geven. Dus het is altijd mooi om te weten. Het is niet vanzelfsprekend, maar het is ook niet onmogelijk. Nee. Heb je het ook een beetje het idee dat jouw spel bij Jong Oranje en nu bij FC Utrecht natuurlijk, dat je ook een naam voor jezelf aan het maken bent in Nederland? Ik weet het wel, ik denk niet veel mensen wisten wie ik was, maar ja. Dus in het buitenland, als je mijn naam zegt, denk ik wel mensen weten wie ik ben. Ja. In Nederland was het een beetje wie is dit, maar ik denk het wel, het is zeker mooi. Ja. Daar ben ik niet echt zo mee bezig, want ik denk als je goed je voelt elke wedstrijd en betalingen en beter ontwikkelt, dan uiteindelijk gaat iedereen weten wie je bent. En dat is zeker mooi dat het open voetbal gaat en niet over andere dingen. Ja. Dat is hoe ik het ook wil. Dus ik focus me gewoon op het best doen en goals maken. Als je goals maakt, dan wikkelt het wel. Heb je nou het gevoel dat je nog helemaal aan het begin van je carrière staat? Of denk je ook van, ik heb al zoveel meegemaakt? Zo, dat is wel een heel goede vraag. Soms denk ik, ik heb zoveel gezien. Niks, er is niet iets nieuws voor mij dat ik nu zie. Ik denk als we in Europa gaan en product en zulke dingen, als ik Europese wedstrijden ga spelen, dat zou iets nieuws mogen voor de rest. En ik heb de ups en downs allemaal meegemaakt hoor. Op de bank zitten, spelen, niet spelen, trivialis en zulke dingen. Dus dat raakt mij niet echt zoveel. Dus ik weet gewoon dat ik oké, volgende dag TV, want dat ging ik ook voor de seizoen. Wij hebben heel op de tribune gezeten en de vorige week tegen issues thuis gescoord. En dus dan ben je weer de held. Yes. Dan is het wel uit. Dus zulke dingen. Ja, misschien heb ik daar een beetje kracht in, want zulke dingen raken we niet echt. Misschien heb je het in de
een stapje voor die andere boys, misschien een beetje mentaal. Maar ja, ik ben nog wel, ik heb nog mijn hele carrière voor.